Ja, kijkers van mijn kanaal, mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch, en welkom weer terug bij een nieuwe Minecraft Build-off op mijn kanaal, oftewel Rotjoch. Ik heb hier weer vier hartstikke leuke en goede deelnemers, want jongens, dit zijn echt hele goede bouwers, alle vier, echt wauw, het niveau is zo ongelooflijk hoog. Ik zal ze even voorstellen aan de deelnemers. We beginnen met Dion, wat er veel vandaag. Hallo Dion. Hello, here I am. Here I am, en ook Marnik van natuurlijk een GameStad. Hallo Marnik. Ja, hallo. Hopelijk gaat het een stukje beter als, als murder. We zullen het meemaken hoe Marnik gaat doen in build-off. Marnik kan ik heel goed bouwen, zei hij. Dus ik denk dat Marnik gaat winnen. Dat zei hij tenminste. Anders moet je inderdaad niet meer op een beetje van hem inderdaad unsubben als hij niet wint. Dat is de deal van build-off. Dan hebben we Kevin. Hallo Kevin. Hey. En de laatste is de terugkerende winnaar van de vorige episode. Dat is Divi13. Hallo Div. Yes. Hallo. Hallo mensen. In ieder geval, de build-off is eigenlijk een heel simpel concept. We gaan in een kwartier tijd, gaan deze gasten, deze heren, iets heel moois moeten bouwen. Aan het einde van het kwartiertje is de bouwtijd om, vliegen ze omhoog. En dan gaan wij kijken welke het mooiste is. Dan gaan jullie kijkers kunnen reageren wie dat moet winnen. Beneden in de straw poll kan je stemmen op jouw favoriete speler. Jongens, zijn we er een beetje klaar voor? Ja, maar ik krijg wel 5 minuten langer, toch? Nee, dat doen we helaas niet aan. We doen helaas niet op langere tijden. Maar. We doen zonder world edit. Leuk. Het mag met... Wat we gaan doen namelijk is het volgende. Jullie gaan moeten bouwen. En zo meteen tel ik in één keer af. Is het volgende... een parcours map! Daar gaan we. 3, 2, 1. Let's go! De tijd is ingegaan. Een parcours map. Eigenlijk wilden we iets heel anders gaan bouwen. Maar ja, toen hoorde ik ineens van Kevin en van Marnik dat ze allebei niet kunnen werken met world edit. Toen dacht ik, nou dan passen we het een klein beetje aan. Dat ze weer zo'n leuke parcours map kunnen bouwen. Jongens, we mogen het hele stadion gebruiken. Jullie hele vierkant. En that's it. Voor degene die ook vraagt, deel, maak een keer een mooi stadion eromheen. Zodat je het er wat mooier uitziet. Dat ga ik helaas niet doen. Op een hele simpele reden, ik ga deze map op een gegeven moment uitbrengen, waardoor jullie hier weer in kunnen lopen kutten. Nou, als allereerst gaan we kijken bij Dion. Dion. Ja, ik ben even aan het bedenken wat ik ga doen, maar ik heb wel een ideetje. Oké, nou, dat is altijd het volgende. Elk parcours ding, of elke keer bij elke episode, hebben we een aantal punten waar een bouwsel aan moet voldoen. Mis jij dit aan het einde van jouw bouwsel, dan heb je eigenlijk al punten eraf en dan heb je eigenlijk vrij weinig kans te winnen, want ja, er moet er wel in zijn. Dion, wat moet er echt in een parcours map? Ik zeg fences. Fences, joh. Dus onthoud, er moeten in je parcours map moeten er fences zitten. Top. Waarom? Helemaal goed. Sorry. Nog een ijs. Kevin, wat is nog meer een ijs aan een parcours map? Ja, ik ben eraan bezig. Ja, er moeten sowieso ladders in. Er moeten ook ladders in. Ladders, nee! Fences. Oké, hartstikke goed. Er moeten ladders in, fences, Diffy. We moeten nog meer in een parcours map. Jemig. Jemig, dat is wel een mooie blok. Ja. We moeten nog meer naar... Jij houdt me van mijn werk af. Wat is moeilijk aan parcours... Checkpoints! Hartstikke goed. Nou, we moeten checkpoints in de parcours map. En de laatste, maar zeker niet de minste, dat is dus de beste bouwer van allemaal. Dat is Marnik van een GameStart. Marnik, vertel. Wat moet er echt in een parcours map? Ik vind dat er echt een spons in hoort. Wat? Een spons. Oké, nou goed. Er zijn dus de eisen, fences, ladders, checkpoints en een spons moet erin. Het moet verplicht. Ja, helaas niet meer daarvoor gekozen. Wat ik ook heel erg leuk zou vinden. Ik geef een extra in wat erbij moet. Er moet een thema in zitten. Een thema is heel belangrijk. Dus je parcours map mag niet zomaar een paar stel ronde blokjes zijn die gewoon geplaatst zijn. Ja, een paar vierkante blokjes die geplaatst zijn. Random bedoel ik, random blokjes die zomaar geplaatst zijn. Er moet dus een thema in zitten. Dat kan zijn jungle, water, fun, pretpark, weet ik veel, tropisch, Pokémon. Maakt niet uit, een soort thema. Nou, gaan we eens even kijken met Duffy. Duffy, je bent al lekker bezig. Ja, ik. Oké, Duffy, je hebt al één van de... Even kijken, 1, 2 dingen heb je al erin zitten wat erin moet zijn. Dus het gaat niet slecht. Het ziet alleen niet zo heel erg mooi uit. Maar ja, hey. Even je grote waf houden, nou. Laten we eerlijk zijn. Het ziet niet heel... Okay. Ga naar de buren, jij. Oké, ik ga naar de buren. We zijn hier eigenlijk met Kevin. Oh, Kevin! Kevin is begonnen met zijn thema. Jazeker. Hartstikke goed, jongen. Kevin, heb je dit world edit gedaan? Nee, hè? Nee, zeker niet. Dat kan niet. Ja. Ik zal je even helpen een keertje dan. Jongens, ik ga even Kevin helpen met world edit, oké? Okay? Want dat is een beetje lullig anders voor Kevin dit. Natuurlijk, help hem vooral en mij niet. Natuurlijk ga ik jou niet helpen. Je bent de kampioen van vorige wedstrijd, jongen. Ja, maar toen moest je een huis bouwen. Ja, maar daar ben je ook heel goed in. Dankjewel. Kijk eens, Kevin, alsjeblieft. Kijk eens aan. Je hebt geen stroom meer. Thanks, man. Ik zal even nog even dichtgooien. Kijk eens, jongens, ik ben heel aardig voor Kevin vandaag. Nou, Kevin, vertel. Wat is jouw thema of iets van na? Het wordt een verrassing.
Ik wil als verrassing houden, anders gaan mijn teamgenoten, mijn tegenstanders gaan gewoon jatten dan, ik weet het zeker. Ik ben heel benieuwd. Ik vind het wel leuk op zich, het zijn niet van die lasse blokjes. Dus Kevin, op zich is Kevin lekker op weg, jongens. Hoeveel tijd hebben we eigenlijk? Jullie hebben precies een kwartier, dat weet je. Dus we zitten ondertussen op 3,5 minuten, dus je hebt nog heel erg lang, het komt allemaal wel goed. Ik ben hier aan het kijken met Team Ross, dat is dat team van Dion. En Dion die is ook lekker bezig hier met een parcoursje, hartstikke leuk. Yes. Gaat er ook iemand voor wat speciale sprongetjes natuurlijk, met gaten erin, dat je wel van boven naar beneden moet springen in een put of zo. Je mag ook onder je map een klein beetje door en buiten om langs natuurlijk. Dat mag allemaal, hè? Je mag gewoon wat leuks proberen. Doe mijn best. Dus je mag gewoon een gat in de muur slaan, bijvoorbeeld hier bij Dion, kan maar kijken. Mag je hier de gat in de slaan, dan kan je gewoon eromheen lopen, buiten omheen parcouren. Dat is een punt, dat mag allemaal. Dat zijn allemaal extra puntjes die ik ermee pak, hè? Extra spanning. Ik heb wel een idee. Kijk, want we Marnix. Oh, ik zie Marnix thema ondertussen, denk ik. Ja? Lijkt het ergens op al? Ja. Als het ding dat het thema is, dan is het leuk. Dan mis je nog wel een paar huisjes. Ja, oké. Dan is het thema goed. Dan is het thema helemaal correct. Dat is leuk verzonnen. Zeker weten. Je mag ook de muren aanpassen, hè, Marnix, als ik jou was. Ik zal een tip geven, ja? Even kijken, hoe ga ik het doen? Kijk, de muren, nee, niet dit blok dan, zeg maar een beetje met dit, weet je wel? Ja? Blauw, mooi blauw, ja. Ja, want we zitten natuurlijk diep in de zee. Dan gaan we naar de volgende. Oké, Duffy. Ja, man. Duffy, wat is jouw thema ondertussen geworden? Wil ik het niet over hebben. Wat is dit voor thema? Daar wil ik het nog niet over hebben. Oké, ik ben hartstikke benieuwd op Duffy's of het parcours. Ja, het ook belangrijk is, het parcours moet wel haalbaar zijn, hè? Dat is ook iets natuurlijk. Ja, maar als ik hem kan halen en jullie niet, dan ben ik goed. Ja. Huh? Hoe de fuck haal je die, Duff? Die is haalbaar, alleen daarvoor moet je gewoon parcours pro zijn. Holy fuck, man. Succes. Dat is lastig, man. Ja, dank je. Holy crap, man, het is super irritant. Punten eraf. Oh, oké, hij is haalbaar. Hutsakee. Nou goed, in ieder geval, we zien een aantal punten inderdaad. Duffy die is bezig met zijn puntjes binnenhalen op een bepaalde manier. Duffy heeft tot nu toe 1 puntje, 2 puntjes. Dat is hartstikke 3 puntjes, zie ik. Maar ik zeggen, ik... 3 puntjes. Ik zie weer Kevin, zie ik op... Op dit moment staat hij op 1 punt, 2 punten. Maar? 3 punten. Kevin heeft 3 punten, misschien zelfs 4 punten. Als het is wat ik denk wat het is, jongens. In ieder geval, de checkpoints zie ik bij niemand nog echt erin, behalve bij Kevin, geloof ik. Dat is volgens mij die waterstraal, of ben ik nog gek? Jazeker, of is het gewoon toevallig? Hoe heet dat blok wat uit kan schuiven? Dat heet een piston. Piston, heel goed. Oké, ik moet Marnix aan het kijken. Marnix die is bezig met een vormpje in de grond. Dus ik ben heel erg benieuwd wat Marnix hiervan gaat maken. Ja. Volgens mij is Marnix zelf ook heel benieuwd wat hij ervan gaat maken. Ik ook, ja. Nee. Oké, ik ben lekker aan het kijken waar ik in zijn thema. Zijn thema is natuurlijk heel erg duidelijk. Mag ik vertellen of je van nou, ik hou hem nog even geheim. Nou, je mag wel vertellen hoor. Ik denk dat mensen dan zenuwachtig worden. Het is namelijk een Arnas diep in de zee. Even staan. Zijn thema is natuurlijk SpongeBob SquarePants. Stond dus op 6 minuten jongens. We hebben nog niet zo heel erg lang. We zullen even kijken hoe dat gaat, hoe het werkt. Oh jee. Dan even kijken met Dion. Dion, wat is jouw thema? Mijn thema? Mijn thema heb ik al uitgehaald. Ik kan alleen nog niet echt. Mag ik de grond veranderen? Mag ik dat? Ja, tuurlijk mag ik de grond veranderen. Tuurlijk, jongen. Misschien moet het roze blijven. Nee. Jongens, parcours is tenminste haalbaar. Een beetje simpel, maar oké. Ja, dat ben ik nog niet klaar. Oké, ik ga even kijken of die van Kevin ondertussen haalbaar is. Ik vind het wel leuk dat Kevin bezig met zijn Kevin's parcours is anders dan de andere parcoursjes. Dat is wat ik wel grappig maak. Yes. In ieder geval van jullie gelijk een single block. En Kevin die heeft zoiets van, nou, dat is een beetje standaard. Ik ga niet voor single blocks. En misschien, ik zie ook wat leuke dingen ertussen staan, dus ik ben benieuwd wat Kevin ervan gaat maken, hoe het precies in zijn werk gaat, dit parcours. Ik ben heel erg benieuwd. Heel erg benieuwd zelfs. Ja, ik ook. Ja, ik ook. Ja, goed. Kevin is ook benieuwd. We zullen kijken wat Kevin ervan gaat maken. Tot nu toe ziet het er niet heel erg slecht uit, dus dat is helemaal goed. Want dus zijn we aangekomen met Duffy. Ja, ik ben even op de testbaan. De testbaan, oké. Okay. Dit kan mooi. En jouw thema, mogen we je thema al verklappen, Duffy? Als jij mijn thema weet, dan doe je ding. Ja, dat is het ding. Ik hoop dat jij het zal zeggen met dit. Ja. Met dit. Maar ja, wat is het thema hiervan, Duff? Naast lelijk. Wat is het thema? Dit thema stamt uit 1924. Ja, en het is? Toen Mozart nog de Blauwe Zee bevaarde. Dat heeft hij niet eens gedaan. Mozart. Want die leefde niet eens. Maar dat gaat niet om. Het gaat om het principe dat ik niet weet wat voor thema ik heb. Ah, okay. Dus dat thema is zeg maar mysterie. Ja, oh ja, inderdaad, mysterie.
Mysterie. Hij hoopt gewoon dat iemand anders, zeg maar, met een idee komt. Zo van, snap, oh ja, dit is die aan het doen. Ik hoorde dit net iets zijn, dan wist ik het maar. Nee, het thema is een beetje frappant, zeg maar. Laten we daarop houden. Ook hoe hij die sponsor die verwerkt heeft gehad. Nou, fuck it. Laten we er wel een sponsor in. Oké, okay, nou, het valt niet op dat je dat aan het doen bent, hoor. Dat totaal niet, totaal niet. Ik zie de checkpoints in ieder geval van Dion tevoren gekomen. Hele slimme checkpoints, yes. Hele... simpel ingewerkt. Hartstikke mooi, hartstikke handig. Ja, toch? Kijk, ik ga de sponsor ook even werken. Hoppa. Lekker een mooie ingang. Doe je echt dat Duffy-stijl, zeg maar? Gewoon fuck it. Gewoon even een sponsor in geflikkerd. Ja, en, nee, dit past eigenlijk helemaal niet bij mijn stijl. Maar, ja, Marnik is heel slim geweest inderdaad door zijn thema gewoon het spons te maken. Waar hij heel makkelijk SpongeBob van kon gebruiken. Dus dat is heel slim. Dat vind ik dan weer matig. Dit. Een beetje jammer. Kijk, wij doen tenminste echt gewoon... Wij zijn zeg maar zo van art designer, zeg maar. Ja man, ja, fences. Ja. En dan heb je een stripboekfiguur, zeg maar. Hoe kan ik die muur nou zo in één keer doen? Potverdorie. Nee, doe me lekker handmatig. Ik ga niet nog een keer mogen helpen. Dat zou heel erg oneerlijk zijn tegenover de rest van de films. Je hebt me nooit geholpen. Het mag echt niet. Dat heb ik alleen met Kevin gedaan. Dat is alleen toch... Oké. Maar het comment is zeg maar dit. Ja? Slet lapis. Ik krijg ook nog niet. Of blue wool. Blue wool of zo. Maar dan kan ik een tweede bouwer in de roep of zo? Dan moet je wel doen met een... Marnik, moet je eerst een blokje neerzetten en dan met een... dan moet een X moet je dat doen. Oh shit, ja, weet ik. Oh my god. Dit is wel een hele enthousiaste boom. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik wil zo kijken naar jouw boompie. Want dus ik ga eerst Marnik even helpen. Want Marnik die... het is een beetje zielig dat Marnik en Kevin niet weten hoe World Edit werkt. Ik weet het ook niet. Ik vind alsnog dat ik best... Wow, ik zie de lapis lazuli met twee L's of zo. Hoppa. Wow! Is dit wat je wilt? Ja! Oké, en dan helemaal rond zeker? Ja. Oké, ik ga hem een klein beetje helpen, dames en heren, want anders is het een beetje zielig. Ondertussen zitten we op 10 minuten, dus we noemen maar 5 minuten bouwtijd en dan moet het af zijn. Als ik aftel namelijk van 3, 2, 1 naar 0, dan heb je inderdaad gewoon geen tijd meer. Dan moet je alles inleveren op het juiste moment, want als je dat niet doet, dan ben je eigenlijk gedisqualificeerd van de wedstrijd. Dus jongens, tempo, we hebben nog maar 5 minuutjes, ondertussen 4,5 minuten. Dat ondertussen laat even meteen een duimpje omhoog achter als je het hartstikke leuk vindt de build-off. En laat me even weten, meteen, per direct... wat ze moeten bouwen in de volgende build-off. Ik heb een aantal goede inzendingen gehad. Ik had een hele leuke winnaar gekregen. Maar die bewaar ik voor de volgende keer. Omdat twee mensen inderdaad niet weten hoe World Edit werkt. Waardoor het een beetje een moeilijk thema zou worden. Nou, sorry hoor. Kevin, waar is de start van jouw baan, zeg maar? Ik zal even een start maken. Heel goed, jongens. Inderdaad, maak ook meteen een startplek waar iedereen weet waar je start. Een leuk huisje of weet ik veel. Een leuk plekje om mee te starten. Duffy, wat is ondertussen jouw thema? Nou niet! Duffy, nog maar 4 minuten! Tempo maken! Nog 4 minuutjes! Oh nee! 4 minuutjes! 4 minuutjes! Ik moet zeggen, Marnik's bouwtje is niet heel erg lelijk. Laat me daar even op houden, Marnik. Ziet op zich wel grappig uit. Heel erg grappig. Want hij kan wel moeilijk zijn hoor, deze. Ik moet even kijken. Ik zie ook... Oh, dat is het huis van Octo! Yeah! Ja! Ik vind hem wel erg leuk. Maak ook SpongeBob. En Patrick. En in ieder geval, leuk. Het gaat hartstikke mooi. Ik ga even kijken naar Dion. Dion, wat is jouw... Het thema SpongeBob, maar er is geen SpongeBob. Dat vind ik toch jammer, dat ja. Dus ja, Dion, dat vind wat? Ik vind dat Kevin hier een heel goed punt aansnijdt. Ja, hey, rustig. Hey, moet ik naar jullie kant? Nee, grapje. Dat mag niet, Hij mag niet geen vechten. Ik voel vechten, me bedreigd. Ik voel me bedreigd. Dit is vorige keer. Niet vechten bij de build-off, jongens. Dat is geen goed idee. Geen ruzie met de beeld af. Dat hanteren. Dat doen we niet. Dat tolereren wij hier niet als jury zijn. Gaat fout. Beeld of gaat fout. Wat? Oké. Ik ben nu benieuwd wat Dion. Hoe de fuck kom ik hier verder? Dat is het al. Ja. Nee, je moet de boom op. Je moet hier de boom op. Maar ik ben nog niet klaar. Hier de boom op. De boom. Ja. Yeah. Oké. En dan is het daarop. Dat is nog even de vraag. Oké, als ik jou zou wat tempo maken, want jij doet minder dan 3 minuten, Dion. Komt goed! Ik denk dat Kevin qua begin zo het verst is. Ik denk dat Kevin het verst is met zijn bouwtje. Je moet me nou niet gaan opfokken, hè? Ik heb al, Hey, we kunnen ook gewoon even gaan matten, Dylan, hè? Is ook gaan matten. Nou, dat is geen probleem, hoor. Kom maar op, jongens, zou ik zeggen. Maar in ieder geval, Duffy, je moet wel echt even tempo erin maken, jongen. Want ja, ook jij staat een beetje achter. Maar wat ik eerlijk zei, je staat niet voor. Laat me daarop houden. Als jij mij nou gewoon voortaan even op Skype meldt wat ik moet gaan bouwen, zeg maar, dan kan ik me erop voorbereiden. Maar dat mag dus niet, dat is het hele leuke van de build-up. Dan krijg je dus dit. Dit is vorig jaar ook geworden met je boerderijhuis. Wow, dat was gewoon een modern huis. Ja, een moderne boerderij, dat is echt super mooi. Ik vond hem echt heel erg mooi. Nou, maar ondertussen kijken wat Kevin aan het maken is. Volgens mij heeft Kevin iets heel leuks.
Ik denk het wel. Het ziet er op zich wel grappig uit, Kevin. Ik wil kisten bij mijn buren. Dank je, mag ik dat spoileren? Oh, ja, hoor. Oh. Kevin werkt met een kist, inderdaad. Heel goed. Ik hoor dit. Oké, maar dit ziet er heel erg... Het is moeilijk, oké. Oh, dit is echt ziek. Oh my god, ouwe. Wat is er misgegaan met hem? Als je de kinderen laat zien, dan schrikken ze. Oh, het valt wel mee, toch? Nee, het valt niet mee. Oké, het is een beetje creepy. Maar het is er, hij is er wel in ieder geval. Nog anderhalf minuut, jongens, is de build-off weer voorbij, jongens. Dus nog anderhalf minuut heb je precies. Dan houdt de build-off weer op en dan heb je misschien gewonnen of verloren. En dan mogen jullie kijken en reageren beneden in de straw poll wie er gewonnen heeft natuurlijk. Dat is heel erg belangrijk. Wie is de winnaar van deze episode? Die kan zichzelf kampioen vormen van episode nummer 3 van de Minecraft build-off, jongens. Ik ben heel erg benieuwd wie dat mag worden. Ik me iets voorstellen dan? Nou, je mag iets voorstellen. Ga mijn kanaal wel in de beschrijving een keer. Nee, dat ga ik niet doen. Oh. Zeker niet nu je het meldt. Tuffy! Ga nog even weg, man. Tuffy, je hebt nog 1 minuut, jongen. Wat ga je... Nog 1 minuut, Diffy, en je hebt de helft van je ding gebruikt. Ik ben benieuwd hoe Diffy het gaat oplossen, jongens. Want ik denk dat Diffy op dit moment het minst heeft. Daarna het minst qua parcours zelf, denk Dion. Daarna Kevin en ik denk Marnik de meeste sprongetjes heeft. Daar gaat het om. Nog 30 seconden, dan is deze build-off helaas ten einde, jongen. Nee! Dion, heb je er een goed gevoel bij? Ik heb er een redelijk gevoel. Ik moet even een finish maken, want anders kan je het niet afmaken, hè? Heel goed, jongens. Dat de finish ook wel heel erg handig om te hebben. Gewoon van, yay, je hebt het gehaald. Duffy, het ziet er heel erg uit. Wat is nou precies het thema? Ik ben benieuwd wat Duffy zo meteen als thema gaat noemen, jongens. Ik ben heel erg benieuwd wat Duffy gaat noemen als thema, inderdaad. Dan Marnik is lekker bezig met zijn SpongeBob thema. Gaan we een stuk goed nog, jongens. Namelijk, we zijn er bijna nog maar. 4, 3, 2, 1... En einde build-off! Omhoog. Mag ik nog een sign plaatsen, of niet? Ja, je mag een sign plaatsen. Je mag nog even je sign plaatsen, voor degene die je nodig hebt vinden. Hé, wat is het nou weer aan? Ik zit wel piemels hier. Oh, piemels hier. Er zit ook overal een piemel in, hè? Wow. Zo. Ja, ik vind dat ik het goed gedaan. Hé, dat is ook wel leuk. Oh. Oké. Ik had toch wat meer verwacht van de... Nou, laat maar. Oké, in ieder geval, jongens, we gaan nu even kijken en bepalen hoe iedereen... Die spin daar trouwens, die gaat weg van de map van Kevin. Sorry Kevin, je bent je spinnen kwijt. Ze klimmen eruit. In ieder geval, mensen, we gaan nu even kijken wie het mooiste gebouwd heeft, jongens. We gaan beginnen zo meteen. Marnik, doe het getal onder de... Nee? Marnik, getal onder de 10. 7. Heel Marnik goed. Begint. Duffy begint. Gaan we. Meetfans. Jij haat mij. Oké. De voormalig kampioen Duffy. Ja, hier allemaal staan. Hier deze blokje. Deze blokje. Oké, deze blokje. Start Crea Bea Mind. Het is gewoon in je mind. Het moet gewoon een creatieve explosie zijn. Dus het thema is Crea Bea. Ja, het is gewoon creatief in je mind zijn. Oké, creatief in je mind. Ja, hier hebben ze toch al... Wie gaat het eerst flikkeren? Dat is de vraag. Ja, Kevin is gevallen. Ik ben hier niet goed in. Ja, Dion is gevallen, die vloog terug. Nee, ik kan het nog. Ja, hoppatee. Ups, oké. Nou, in ieder geval, dat is het parcours van Duffy. Is het allemaal haalbaar? Is elke sprong haalbaar? Dat is ook even te testen. Is het checkpointje? Checkpointje, die is heel goed. Let op de sponge. Hier, sponge. Het is wel een beetje een zooitje, hè? Ja, het is wel een beetje een zooitje. Het is een beetje random neergeplaatst. Maar ja, het thema is natuurlijk Crea Bea. Het ziet de helft van de map, maar hè? Ja, de helft van de map gebruiken. Inderdaad, Kevin is een goed punt. Maar, we gaan eens even kijken. Heeft Duffy fences? Dat heeft Duffy zeker. Maar dit is de beste sprong die er is. Duur jullie gewoon helemaal niet. Gewoon hier, gewoon op en gewoon hier, bam! Oh ja, die haalt. Ja. Zo doet hij niks. Awkward. Hoe de fuck moet dit? Ik ben echt heel slecht met dat soort dingen. Oké, dat is wel een hele mooie sprong. Dat is zeker waar. Het ziet er alleen niet uit. Maar, het is haalbaar allemaal. Klaar. Ja, ik wil kaas. Staat er? Ik wil kaas. Maar, Duffy, het ziet er leuk uit. In ieder geval, het is heel creatief. Hij heeft alle punten. Hij heeft een spons. Hij heeft een checkpoint. Hij heeft een soort van thema gekozen. En een ladder en een fans. Dus Duffy, goed gedaan. Ga naar de volgende deelnemer. En zijn naam is Kevin. Yeah. Neem ons mee, vanaf het begin. Ja, hier natuurlijk. Nou, leg uit. Vertel over je parcours. Bij de finish. Bij de finish. Lijkt me op een finish, ja. Ik had natuurlijk spinnen. Daarom had ik hier een zwaardje in gedaan daarnet. Die is nu weer... die heeft Duffy
Oh shit. En hier gaan we de ladder op. De ladder op. Oké, okay, jouw thema. Wat is, wat is jouw thema? Hoe heet jouw thema? Ik wilde een beetje een jungle thema. Een jungle. Ja, boekje. Ah, ik heb een boekje Checkpoint 1. Oh, Checkpoint 1. Nou, fijn. Okay. Checkpoint, maar wat is daar een checkpoint aan? Hier is een checkpoint. Dit is een checkpoint. Ja, nee, maar in die kist, haal ik het boekje Checkpoint 1. Hé, maar kijk, ik kan nu gewoon vanaf hier... ik kan gewoon hier omhoog al. Zo van... Ja, met Kevin's map kan je heel makkelijk vals spelen, dat is zeker waar. Dat is niet over nagedacht, inderdaad. Je kan niet doodvallen in ieder geval. We gaan even kijken, Kevin's parcours is nogal... Ik gok simpel. Ja, het is wel zeg maar een kinderparcours. Het is wel een kinderparcours. Hij is kindvriendelijk. Dat zijn ook, kunnen ook op punten zijn juist, omdat hij zo kindvriendelijk is terwijl ik hier afval. Het is een maar beetje... Waar is je finish? Ja. Hier. Dat is checkpoint 5. Dat is checkpoint, dat is geen finish. Hier. Hey! Je gaat naar checkpoint 5 en dan moet je terug voor het einde. Ja, precies. Dat heeft hij gedaan. Kijk, jongens, geen ruzie bij de Bulldog. Gaan we weer. Het ziet er goed uit. Kevin, je hebt fences gebruikt. Kevin heeft ladders gebruikt. Kevin heeft een checkpoint neergezet. Hij heeft zelfs twee neergezet. Wat zijn de sponsjes? Hij heeft geen sponsen! Mag ik wel een pluspunt geven? Nou. Mag ik dat doen? Ik vind wel dat hij een vette brug heeft gemaakt. En die brug is heel erg cool. Dat is leuk. Dat vond ik ook al leuk bedacht. Inderdaad, Kevin ziet er wel leuk uit. Maar ja, geen sponsjes. Jammer de bammer. Op naar de volgende. Dat is Dion van Te Veel. Oh ja. Deze kan op. Andere kant. Nou, Dion. Ja, kijk. De sponge. Echt creatiever dan het kan niet. Het is echt gewoon... Ik dacht van sponge moet erin verwerkt worden. En ik vond het echt heel mooi. Het thema natuur. Is natuur. Is natuur zo in die water. Het is een vrij simpel parcoursje. Kijk, je moet hem nog niet kapot slaan. Maar als je hem kapot slaat in survival... Dan wordt het water. Kan je naar beneden altijd weer omhoog. Nou ja, dit is allemaal vrij simpel. Checkpoint jumps. Is er. Ladder jumps zitten erin. Er zitten ladder jumps in. Er zitten wel fences in. Geen fences jumps. Maar dat hoeft niet per se. Fences zitten erin. Hartstikke goed. Checkpoints erin. Thema is natuur. En hierna kun je naar boven via de... heb ik creatief gebruik gemaakt van de leaves. Kan je zo omhoog via de boom. En dan kom je als je helemaal op de boom komt. Ik heb geprobeerd. Het is erg lastig, maar hij is te halen. Als je op de boom bent, dan heb jij de finish bereikt. En ik heb hier een chest neergezet voor no fucking sense, want er zit helemaal niks in. Je kan niet op de boom komen. Je kan ook gewoon vanaf hier nee, je kan niet, je van kan de start niet. Naar de boom lopen. Je kan nee, niet. Wie heeft dit neergelegd? Dit is niet... Okay, maar je kan niet op de boom komen op het einde, het kan niet. Ik wil graag ook eventjes een op het woord Crea, want hij heeft dat gebruikt. Maar dat is van mijn map, dus ik wil daar een claim op zetten. In ieder geval, jongens, laten we eerlijk zijn. Het is best een mooie map, het ziet er niet slecht uit. Even ook een applausje. Even een applausje voor de drie deelnemers. Ja, ik vind het goed hoor. Mooi hoor. Mooi. Ziet er hartstikke goed uit. Maar als hij hier heeft lopen bouwen, dan heeft hij toch kunnen spieken bij ons, of niet? Dat heeft hij ook gedaan. Dat heeft hij ook gedaan, denk ik. Dat is een minpunt. Minpunten, want inderdaad, je moet wel op de hoogte blijven. Nee, dus nee. Minpunten ja, voor nee, Kion. En dan gaan we naar de laatste. En dat is Marnik. Marnik, laat maar eens even zien. We zijn hier diep onder de zee. Want hier zie je het huisje van SpongeBob. Dit lijkt echt op een ananas, toch? Wow, SpongeBob on drugs of wat? Ja, SpongeBob, dat is de finish boven SpongeBob. En hier woont Octo, maar hier beginnen we dus. Het zijn toch best wel moeilijke jumps hoor. Best wel moeilijke jumps. Ja, ik kan het zelf nauwelijks halen, maar... Ja, maar... Zelfs Duffy haalde niet, de pro. En dan moet je hier zo bij die pijl... moet je via de trap... Zo, woep! Naar beneden. Het ziet er op zich leuk uit. Er zijn ladder jumps, het ziet er niet slecht uit. Ho, waar ga ik van hier? Naartoe? Want jij zegt net letterlijk... Ja, hier toe. Jij zegt net letterlijk, je gaat hier bij die pijl naar beneden toe. Daar ben ik hier. En dan? Waar moet ik nu naar beneden? Ja, dan moet je hierheen. Dat is onmogelijk om daar op te springen. Ja, dat haal je niet. Nee, dat is onmogelijk. Maar het is wel haalbaar, want je kan ook namelijk vanaf hier kon je inderdaad hierop springen. Het ja, is haalbaar. Dat was de bedoeling. Maar... Nee, dat was de bedoeling. Ja, de uitleg is, je moet bij de pijl naar beneden. Waar is de checkpoint? De checkpoint? Ik moet nieuwe jumps maken, vergeet dat. Dus Marnik heeft alleen een minpuntje voor zijn checkpoint in mindering. Oh. Dus dat is wel jammer dat de bab. En niet haalbaar. Maar mijn space in de SpongeBob is wel een pluspunt, toch? Dus we gaan eens even kijken naar alles, even bij elkaar opgesomd. Als we weer kijken, heeft Duffy weer eens enige alle punten behandeld. Ja, maar mag ik ook nog even wat zeggen gewoon, weet je, voor de goodwill? Nou. Jij zegt wel dat ik lelijk bezig was en zo, weet je wel. Maar als ik kijk naar de rest... Nou, ik weet niet hoor, maar... Ik vind jou nog eens lelijk, Duff, laten we eerlijk zijn. Minpunt voor lelijkheid, ja. Oké, in ieder geval mensen, ik ga mijn top 4 bekendmaken. En dan mogen jullie je top 4 bekendmaken, natuurlijk jullie winnaar, natuurlijk in de strappel beneden. Bij mij staat op de 4e plaats... qua mooiheid, Duffy 13! Duffy 13, Duff.
Gefeliciteerd, Duffy. Duffy, weet je, toch van winnaar naar helaas. Ik ga stilstaan. Ah, shit, man. Fuck my life. Hij gaat er vandoor. Blijf maar hier. Jongens, ik... Dit heet Minecraft pesten. Onsportief, onsportief, onsportief. Nou, dan gaan we naar de derde plaats. Het is een close call. Maar qua mooiheid op de derde plaats is geëindigd. Qua mooiheid, Dion. Nee! Oké, pauze. Mooie, het is puur. Brons. Ja. Het is hier puur op mooiheid. Dan gaan we de tweede plaats, oftewel net niet kunnen winnen. Gewoon net niet. En dat is geworden Kevin! Dat betekent Mardik nummer 1! Dion, Kevin, wij protesteren hier tegen. Wij zijn klaar mee. Gaan ze weer salty doen. Salty doen. Moet onder water toch dit, hè? Ja, hoort toch onder water hier? Grapje. Wow. Neem dit allemaal mee, hè, jongens, in jullie keuze. Duffy is onsportief, Dion is onsportief, Kevin is onsportief. Neem het mee in je keuze, beneden in de strap. Maar Nick, waar ben je? Wat is er? Oh. In ieder geval in je strappel kan ik reageren wie de winnaar is van deze Minecraft build af. Laat me even weten ik mee in de strappel. Laat ons ook even meteen weten wie er moet, wat we moeten bouwen in de volgende episode. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Hartstikke fijn mensen. In ieder geval ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe zeker een blauw duimpje achter omhoog. Niet mij killen alsjeblieft. Alsjeblieft een blauw duimpje achter omhoog. Als je hartstikke leuk vindt de Minecraft build af. Stem beneden op jouw winnaar van deze episode. En natuurlijk laat me even weten hoe te bouwen in de volgende episode. Dank voor het kijken. Later was het ziens. Kijk nog even snel in de beschrijving voor de kanalen van deze chappies. En peace. Ik wil kaas. Ik wil kaas.